Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 6 van Robin's Moltalk. Ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Op het moment dat ik de aflevering zag, had ik echt zoiets zo van... Nou, het kan nog alle kanten op gaan. En toen zag ik het einde. Het einde waar Nabil het spel moest verlaten. En dat betekent voor mij dat eigenlijk een van mijn moltunnels was ingestort. Ja, en dan moeten we doorgaan... kijken wie de volgende mol zou kunnen zijn. Ja, uiteraard later daarover meer. Dan is het tijd om de aflevering te gaan beginnen. De aflevering waar ze in 2 teams moesten gaan spelen. Waar ze hun kop in het zand moesten steken. Hierom moesten schieten om geld te kunnen winnen. En ze moesten hun eigen stoel meenemen om hun eigen executie bij te gewonen. En ja, dat was toch wel een lijdensweg om die zware stoelen of die zware kisten mee te nemen, dit verhaal. En voordat we dat verder gaan bespreken, gaan we eerst door naar onze community. De inmiddels welbekende straw poll, die had deze keer wel 2 hele stemmen. Dus daar kunnen we niet heel erg van uitgaan. Het was wel geteld 1 stem voor Daniel en 1 voor Ranomi. Maar goed, uit de reacties kunnen we wat meer informatie gaan halen. En te beginnen met de 2 reacties van Emily. Natuurlijk de inmiddels welbekende Ranomi reacties. En eigenlijk, en daar had ik zelf ook helemaal niet bij stilstaan, vond ik dit wel een hele goeie. Want werd verwezen naar de Roze Kerk, oftewel RK. Ja, en dat is ook weer de achternaam van Ranomi. Ik vind hem heel goed gevonden en ik had er zelf helemaal niet eens bij stilgestaan. Daarnaast gaf Emily ook aan dat Ranomi geen geld in de pot kon spelen. Omdat ze geen envelop heeft gekozen. Nou, dat klopt inderdaad. Want ze kreeg niet de keuze om tussen de enveloppen te kiezen. Omdat er een foutje was gemaakt bij haar karaktereigenschap. En ook was deze aflevering Ranomi een beetje in het voordeel. Omdat ze de joker van Nabil heeft gehad. En die had hij er echt beter zelf kunnen houden, als hij dat had geweten. En dan hebben we Anne. De vraag die hij stelt, ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Soms wordt het wachten meer beloond dan het haastig plaatsen van mensen. En daardoor eigenlijk bewust chaos creëren en ook dus meer fouten te maken. Waardoor er minder geld in de pot komt. En ik heb het ook even na moeten zoeken. En het was even lastig. Maar het portret van Ranomi is eigenlijk ook geen portret. Het is ook meer een algemene afbeelding waar ze, als ik het goed heb, achter de tafel zit. Dat is lastig om daar een goede screenshot van te krijgen. En dan hebben we de laatste van Alex. Daar wordt een beetje achtergrondinformatie gegeven over het hotel en de geesten die daar rond waren. Onder andere zouden daar dus soldaten gezien zijn, ja, die daar waren voor de oorlog. Maar ook Lucie die daar door de gangen waart. En natuurlijk ook wel Kate, oftewel Katie. Het was best interessant om eens na te lezen over de historie van het hotel. En ik raad het ook zeker aan om dat nog eens te doen. En mochten jullie deze aflevering ook nog geen theorie hebben, laat het gerust weten in de reacties. En ook voor de eerste keer weer dit seizoen kan je via de community tab stemmen op de poll wie jij denkt dat de mol is van dit seizoen. Ja, uiteraard ga ik alles weer meenemen in de volgende aflevering die gewoon weer aankomende maandag online zal staan. Dan is het nu tijd om aflevering 6 te gaan bespreken. De titel van de aflevering was Leidensweg. Nou ja, degene die in ieder geval geen Leidensweg hadden, dat waren dus Jurre en Daniel. Want ze hoefden geen stoel mee te nemen. Ja, en degene die dus wel hun eigen stoel mee moest nemen, geloof me, die hadden echt wel een Leidensweg. Ook in dit verhaal kan Leidensweg verwijzen naar het geloof. En daar komt Alex weer bij terug, wat hij de vorige aflevering aangaf. Soy heeft gespeeld in de Passion. En nou ja, Leidensweg, dat spreekt voor zich. Nou, hij spreekt voor zich. Want Jezus moest het kruis meenemen. In dit verhaal dus ook de kandidaten die de executie moesten doen. Maar de vorige aflevering was genaamd Altaar Ego. En Verschijning was ook een van de afleveringstitels. En dan heb je toch wel een heel goed punt dat dit toch wel goede afleveringstitels zijn. Naast Soy als mol zijnde. Ja, en tot zover de titel van de aflevering. Deze keer een hele snelle. En dan gaan we door naar de test van deze aflevering. De test was dit keer aan het begin van de aflevering. En ja, ze hadden, zoals we al wisten, al 15 vragen. En de rest van de vragen moesten ze beantwoorden als ze terugkwamen van de 5 opdrachten die ze hadden uitgevoerd. Ja, en dat is ook iets wat je denkt als kandidaat sowieso ook niet wil doen. Want dan heb je de kans, dan is de kans alleen maar groter dat je eruit moet. Want gedurende die 2 dagen dat ze aan het rondreizen waren, wisten ze natuurlijk wat meer informatie. En om dan die laatste 5 vragen nog gebaseerd op 1 persoon te doen, maakt het wel lastiger om dan er doorheen te komen. Verder was bij deze test ook wel opvallend dat Daniel niet als verdachte wordt genoemd door de kandidaat. Ja, zou je hem dan kunnen afstrepen als mol? En het andere natuurlijk is dat Nabil, Ranomi en Anke verdacht. En tot onze verbazing hij daardoor het spel uit moest. En daartegenover zei Soy dat hij op Nabil zou zitten en hij zit er dan nog wel in. Het zou dus kunnen betekenen dat Nabil dus nog steeds in de goede richting zat, maar net één vraag te veel of te weinig of op Anke of op Ranomi heeft ingevuld. Dus het zou nog steeds kunnen zijn dat één van de twee de mol is. De meest waarschijnlijke situatie natuurlijk is dat ook door Emilie al vaak is genoemd, dat hij op Ranomi zat, misschien met te weinig vragen, en dat was dus de reden dat hij af is gevallen. En daarnaast werd ook door Nabil in het begin gezegd tegen Ranomi dat ze op moesten passen voor Daniel, want hij ging bij iedereen zijn tassen door. Nou, niet in je tas, want Daniel houdt van tassen graaien. Ja. Ja, als mol heb je daar natuurlijk niks aan, want je bent daar altijd veilig. Dus dan zou je dit kunnen zien als een kandidaatactie van Daniel. En daardoor dat hij ook niet de mol is. En natuurlijk als laatste heeft Ranomi op een van de vragen op zichzelf gestemd. Zou dit dan inhouden dat Ranomi dan de mol is? En het zou niet onwaarschijnlijk zijn, gezien de eerdere seizoenen bij Wie is de Mol, dat dit wel vaker is voorgekomen. Ja, laat me weten in de reacties wat jullie hints en theorieën zijn. En hoe jullie over deze hints en theorieën denken. En dan gaan we door naar de enige opdracht van deze aflevering. Deze opdracht is ook wel genaamd stoelendans. Ik zag het gedurende de aflevering niet voorbij komen, dus ik moest het ook even opzoeken. En deze opdracht bestaat uit 5 deelopdrachten voor beide teams. Ze konden aan de stoelendans ontkomen door niet de koffer mee te nemen waar dus hun stoel in zat. En deze opdracht hadden ze ook best wat geld binnen kunnen halen. En als ik het goed heb, is er zelfs 1000 euro uit de pot gegaan. Omdat het team van Nabil, Jurre en Ranomi geen geld in de pot hebben bijgebracht. En dus eigenlijk het geld van Anke, Soy en Daniel gewoon hebben weggegooid. Het waren ook niet de meest uitdagende opdrachten, waardoor ik ook een beetje mijn aandacht verloor. En ja, tot eigenlijk echt daadwerkelijk de test en de executie eruit kwam. Maar goed, daar komen we zo meteen op. En dan was een van de eerste opdrachten over de struisvogel-eieren heen lopen of via een plank. En eigenlijk was dat ook wel een kwestie van logisch nadenken. Dat je gewoon je gewicht zo laag mogelijk moest houden om over die eieren heen te lopen. Want hoe dichter bij de grond, hoe minder kracht je erop zet. En dat natuurlijk had een van de opties geweest. En het andere waar ik ook wel een beetje mee zit, is dat het dus ook niet uitmaakte of de eieren nou wel of niet kapot waren, zolang ze hem niet over de grond heen liepen. Dus dat had gewoon betekend dat ze, al hadden ze die eieren gewoon kapot gestampt en ze hadden over die plank heen gelopen, hadden ze nog steeds binnen een kwartier dat geld binnen kunnen halen. Maar goed, soms is te makkelijk denken ook niet altijd even goed. Dan hebben we verder dit opvallende moment. Zo. Cheers jongens. Cheers. Op de mol. Thanks. En geeft de Anke hier nou toe dat zij de mol is? Ja, laat me weten in de reacties hoe jullie hierover denken, want ik heb het veelvuldig voorbij zien komen. Ja, verder was de opdracht dat ze de eieren van de standaard af moeten schieten. En in een van de eieren zat natuurlijk geld in. Je kan natuurlijk ook gewoon daar je best doen en dan gewoon zorgen dat je zelf niet hoeft te schieten. En het andere wat zou kunnen zijn, is natuurlijk dat je gewoon wel gaat schieten, wat dus inhoudt dat Soy nog steeds de mol zou kunnen zijn, door alle eieren af te schieten, behalve het ei waar het geld in zit. Ja, dan haal je ook geld uit de pot. En dan het laatste wat mij ook eigenlijk op is gevallen. En dan gaan we eigenlijk ook gewoon door naar het laatste deel van de test en de executie van de aflevering. Was dat iedere aflevering de 4e persoon de afvaller was. En deze, ja, het lijkt er dan ook steeds meer op dat dit getal dan een betekenis heeft en een hint zou kunnen zijn richting de mol. Ja, dat zouden in dit verhaal dan 2 personen kunnen zijn. In leader is Daniel altijd als 4e en daardoor zou hij dus de mol kunnen zijn. De andere zou natuurlijk een referentie kunnen zijn naar Jurre. En dat lijkt misschien wat ver gezocht, maar als je denkt aan een klavertje 4, dan denk je ook aan Jurre geluk. Dus dan zou hij ook de mol kunnen zijn. Uiteraard gaan we dat in de komende paar afleveringen gaan we dat zien. En zullen we waarschijnlijk ook wat meer duidelijkheid erover krijgen. En dan om door te gaan met de test en executie van deze aflevering en wie mijn verdenkingen zijn. Ja, het was de aflevering waar Nabil het spel moest verlaten. En eigenlijk had ik hem heel graag nog wat langer in het spel gezien. Maar het mocht helaas niet zo zijn. En voor mijn gevoel heeft Ranomi ook deze aflevering iets van gevoel laten zien bij de executie. En dat verbaasde mij wel, aangezien zij altijd gewoon koud is en altijd dat ze gewoon een strak gezicht trekt bij alles wat ze doet. Gefeliciteerd. Thanks. En ja, omdat Nabil natuurlijk is afgevallen, verandert mijn verdachtenlijstje natuurlijk ook weer. Ik neig nog steeds naar Jurre en Daniel als mol zijnde. Maar ik hou Anke en Ranomi ook nog wel even in het vizier. Ze staan niet bij mij direct op het lijstje, maar ze staan wel zeker op het lijstje om in de gaten gehouden te worden. Zoals ik aan het begin van de aflevering ook zei, kun je nu via de community tab poll invullen wie jullie denken dat de mol is na deze aflevering. En ja, dat gaan we uiteraard meenemen in de volgende aflevering van Robin's Moltalk. En dat is ook waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.